Hier zie je dan mijn fiets. Mijn fiets dus met de elektrische batterij. En je ziet dat er heel weinig plaats is om deze beugel, die tot daar moest komen, om die daar dus aan vast te haken. Daarom heb ik dus dit systeem ontwikkeld. Dit systeem. En ik ga nu even de camera instellen dat je het beter kan zien. Eventjes de camera instellen dat je wat van dichterbij kan zien. Zo. En nu ga ik laten zien hoe ik de beugel monteer. Dus dit heb ik in een andere film laten zien. En kijk, dat is dus verschuivbaar, zodanig dat je het kan instellen op de interessantste plaats. Voor mij zo ver mogelijk naar achter, zodanig dat het dus de kar gemakkelijk kan zwinken straks op de bol die hier moet opkomen. Dus eerst goed vastwijzen, goed vastschroeven. Zo. Dan is de onderkant, heb ik daar draad in getapt. Dus daardoor zit daar geen moer aan vast. En als deze kant kan ik eraan, dan heb ik dus een boer erbovenop. Ik zet dat allemaal heel goed vast, zodanig dat dat niet meer kan bewegen. Eventjes terug. Goed vastschroeven. Zo. Ja, klaar. En dan komt het systeem van Vida. Het systeem van Vida. Dit is dus compleet van Vida, maar ik heb hier een stukje buis ingestoken. Want dat stukje buis is normaal de buis onder het zadel. En deze beugel dient dus om te klemmen. En daarom heb ik dat stukje buis nodig, zodanig dat dat toch goed kan aangedrukt worden zonder dat ik het kwijtspeel. Dat is dus het systeem. En de bol heeft een vergrendeling. De bol heeft een vergrendeling, deze schroef, waardoor dus die niet verder open kan. Maar we laten zien hoe het dan nu aan elkaar komt. Kijk, zo hak het erop. En mijn kar is dus nu mooi bevestigd nadat ik hier heb vergrendeld. Deze kar kan op deze manier 90 graden langs beide kanten draaien zonder dat er gevaar is voor obstructie. In principe heeft de Vida dit gemaakt voor een fiets met een kleinere wieldoormeter van 24 inch, die bij mij is 28 inch. En dan zou die buis die ik krom gemaakt heb, zou die recht tot onder het zadel komen met deze bevestiging. En dan hangt die op een veel grotere afstand achter de fiets te zwieren. Op deze manier is de afstand korter en denk ik dat het ook beter en veiliger is om ermee rond te rijden. Dit is dus mijn systeem en wie het wil namaken, kijk, ik heb het niet gebreveteerd. Je mag het doen. Dank u wel. En wie weet komt er nog een volgende film over een nieuwe creatie van mij. Dank u wel.